De jarige Pelle van Amersfoort, vandaag 27 geworden. En dan zie je, de stemming zit er over het algemeen vrij aardig in. Er zijn toch wel wat spelers die een lekker gevoel hebben overgehouden aan de interlandperiode. De een wat prettiger dan de ander. Maar over het algemeen zal iedereen toch vooral heel blij zijn dat ze ook weer lekker voor de club mogen spelen. We zagen bijvoorbeeld even Van Ewijk, die wel mee was met Jong Oranje. Maar ja, was ziek, dus speelde niet. Hij, een van de spelers, om ook vandaag weer in de gaten te houden. Bij AZ 1 wijziging in de basisopstelling die u onder het beeld ziet lopen. Met Beukema, die speelt Goes daardoor op de bank. En voor de rest geen reden om daar iets te wijzigen. Het aardige nieuws voor Jans is dat bijvoorbeeld Bazour en Van Heus daar weer beschikbaar zijn. Mijnlands blijft zijn basisplaats behouden. Michailovic op de bank en Dani de Wit is er nog altijd niet bij. Klaasie dus geen interland verplichtingen. Hij moest zich afmelden voor het Nederlands elftal. Daar waar Van Hooydonk zijn debuut mocht maken voor Jong Oranje. Van Otterle behoudt zijn basisplaats. Broema op de bank. Haaien, Tahiri als controleurs. Hebben we het gehoord. Het zit een beetje tussen 4-2-2-2 en 4-2-3-1 in. Met Olson die speelt voor Nunnally. Daar de mannen bij AZ die dus niet zo blij zijn met de KNVB. Eenhoorn, Huiberts, brief gestuurd. Het antwoord is gekomen, maar ook nog steeds niet helemaal naar wens. Sarawi, goed bereikt. Mooie opening en een goede controle. Keulert probeert los te komen, dat lukt niet. Haaien. Speelt Sarawi. Heerenveen is goed aan deze wedstrijd begonnen. De voorzet is ook goed en het doelpunt daar van Hooydonk. Wat een rust aan de bal. Wat een beheersing van de wedstrijd bij Heerenveen in deze openingsfase. Sarawi geeft. Van Hooydonk komt te makkelijk. En vanuit Beukema's perspectief te makkelijk voor zijn man. Het is vrij gedaan hoor door Heerenveen. Echt een goed doelpunt. Ryan. Lange bal richting Mijnans, wat te kort. Tweede overname van AZ. Mijnans, Odgaard bij zich. Mijnans buitenop. Wippertje op Pavlidis en de redding van Maus. Antwoord van AZ. In ieder geval een eerste serieuze kans en een eerste echt goede aanval. Lekker balletje dit van Odgaard. Karlsson. Wel scherp, maar net iets te laag. Reinders. Sugawara. Bal wordt aangeraakt. Daardoor moet Maus opeens gestrekt. Dat was een eigen doelpunt van Keulert geweest. Eerste serieuze werk voor de keeper van Heerenveen. Eerst die redding op het schot van Pavlidis. Dan moet hij voor de zekerheid toch maar even die bal van Keulert wegtikken. Ik denk dat hij voor langs was gegaan. Maar dat risico dat hij dat maar denkt, kan Maus natuurlijk niet nemen. Oh. Het geluid wat u hoort, het gefluit. Het heeft uiteraard niet deze aanval. Die kan gewoon door. Pavlidis laat gaan. Odgaard kan net niet. En het schot is voor Maus. Odgaard geen rebound. Ja, dan wordt het spel stilgelegd. Het wachten was op dat moment, want er is vuurwerk gegooid vanuit het uitvak op het veld. En allemaal zo blij dat we weer mogen voetballen in de Eredivisie. Het is ongelooflijk. Oh, het is een stelletje idioten. Maar goed, er is genoeg gebeurd. Dus niet te veel aandacht aan de idioten geven en nog wel even wat kansen bekijken. Die zijn er genoeg geweest. Odgaard net niet. Schot van Sugawara nog net binnen het bereik van Maus. Spelers komen gelukkig weer het veld op.
Klaasie. Kerkes. Mijnans. Zelf uithalen lukt niet. Odgaard lukt dat wel, maar die schiet net naast. Atsiriakos. Odgaard. Oh, wat een mooie bal. Pavlidis geen buitenspel, maar daar is weer Maus. Noppert toch niet de minste keeper. En hij wordt ook gemist door Heerenveen, maar niet omdat Maus het niet zo goed zou doen. Ook vandaag is Maus weer uitstekend bezig. Wijnders bij de tweede paal gelegd. Terugkop is goed. Het inkoppen nog niet. Het inschieten ook niet. Overtreding en een vervelende ook. Van Karlsson kost hem een kaart. En een opstootje erbij. Sarawi tegenover Karlsson. Nu verlost van Karlsson. De voorzet is makkelijk voor Ryan. Dus is het terugsprinten voor bijvoorbeeld Keulert. Oh, het wegglijden van Van Otterlen helpt dan niet. Leek die bal te kunnen onderscheppen. Maar nu is hier Odgaard. Odgaard probeert het zelf. Het kwam kort op Reinders. En brengt hem ineens voor. Kopbal is goed en op de paal. Beukema. Dicht bij een hele late gelijkmaker in de eerste helft. Staat, nou niet eens vrij, worstelt zich vrij zal ik maar zeggen. Geen slechte kopbal, maar ja, net niet goed genoeg. Reinders. Moet wel even terug onder druk van Sarawi. Daar is Mijnans nog en Mijnans gaat liggen en het is een strafschop. Het is een volstrekt ongevaarlijke situatie in ieder geval. Want daar is Mijnans wel en daar is de bal ook. Maar hij kan hem natuurlijk nooit inkrijgen vanaf de achterlijn. De kans voor AZ om op 1-1 te komen. En dat is het niet! Want Maus herstelt zijn eigen fout. En het is een hele goede redding. Natuurlijk, een strafschop die gemist is, is niet goed ingeschoten. Want hij is er niet ingeschoten. Maar in dit geval was hij nog aardig hard en aardig richting de hoek. Voorzet weggehaald, vrij spectaculair. Door Bogniewicz. Klaasie. Karlsson. Reinders. Karlsson! Krijgt zijn voeten niet goed tegen. Ongeloof bij Karlsson en bij de AZ-supporters. Goed doorgelopen. Was niet een hele makkelijke bal. De bal was vrij hoog van Mijnans. Hij legt hem daar natuurlijk wel lekker neer. Haaien. Van Hooijdonk klaarleggen voor Van Amersfoort. En daar is de kans voor Sarawi, die niet. Van Hooijdonk, die ook niet. En bij Heerenveen winnen ze een strafschop. Althans, een paar spelers. Van Hooijdonk is vooral nog teleurgesteld over het feit dat zijn kansen niet inging. Sarawi zou dan een strafschop verdienen. Is dat terecht? Nee, dat lijkt me niet. En eruit gaan Pavlidis en Odgaard. De topscorer eruit. De eerste helft twee goede kansen gehad. Allebei op aangeven van Odgaard. Beukema. Van Brederode ineens nemen.
Dat kan ook aannemen en dan uithuilen. Maus heeft en Van der Leij. Ja, zo kan je ook uitverdedigen. Zit hij of zit hij niet? Je ziet dit toch zelden. Als je het hier ziet, heb je het gevoel die bal zit. Als je het hier ziet, heb je het gevoel die bal zit. En het is een doelpunt, ja. Dus toch. En dan scoort Meerdink, denk ik, uiteindelijk. Heeft hij zijn eerste in de Eredivisie te pakken? Heeft hij hem net niet voorkomen? Is het een eigen doelpunt? Dat zou ook nog kunnen. Ja, ik denk zelfs dat uiteindelijk dit een eigen doelpunt van Maus gaat worden. En dan eindigt het daarmee ook in 1-1. En teleurstelling bij AZ. En Heerenveen heeft een punt waarvoor ze keihard hebben moeten werken. Geen mooie herstart voor AZ na die interlandbreak. De jacht op plek 3, 2 en wie weet is niet ingezet zoals ze hadden gewild. Zij praten nog even na misschien over het penalty moment. Maus en Mijnans. De penalty die Maus pakte. Daarna uiteindelijk dat doelpunt als eigen doelpunt van Maus genoteerd. Dus geen eerste voor de jonge spits Meerdink.